We zijn ontzettend benieuwd. We krijgen zo direct de uitslag van de Word Cloud binnen. Wat is het meest nodig? Karen van Ruiten, wat verwacht jij dat eruit gaat komen? Ik verwacht en ik hoop ook wel een beetje gezamenlijkheid, verbondenheid en natuurlijk ook vertrouwen. Want ik denk dat voor gezondheid het vertrouwen in onszelf hebben, ja, maar ook het vertrouwen in de samenwerking altijd met elkaar. Dus dat was een klein aanloopje naar Alex Jadat, die net is binnengekomen. Die straks aan deze tafel ook aan gaat schuiven over zijn boek en zijn ervaring met Trusted Networks. Vertrouwen is superbelangrijk, maar ook natuurlijk doorgaan met Alles is Gezondheid als programma. Wat staat de komende 2-3 jaar op de agenda, mevrouw Van Ruiten? Nou, wij zijn vanuit Alles is Gezondheid in samenwerking met de collega's vanuit Positieve Gezondheid gaan we in die krachtenbundeling staan voor 3 lijnen. Want wij zijn vooral niet alleen van het denken en de visies, wat heel belangrijk is, maar ook van het doen. Dus de eerste lijn is eigenlijk dat we zeggen in die regio's gaan we ondersteunen, meedenken. Iedere keer is dat veranderd. Soms moet er aangejaagd worden in die regio's. Daarnaast blijven we vooral ook domeinoverstijgend, sectoroverstijgend. Ja, dus aan het onderwijs, publiek, privaat, en gezond, en de mode-industrie, de modus, de vloggers van YouTube, ja, de gaming. Want de invloeden, hè? Ja, de keuzes, de gezonde keuzes, die maken we eigenlijk ieder uur of ieder moment van de dag. Dus die domeinoverstijgende ontwikkelingen en sectoren, die koppeling is een tweede lijn. En positieve gezondheid doorontwikkelen en toepassen, dat is de derde lijn. Mooi. Waar we dat doen jullie ook samen zitten met een instituut voor Positive Health in samenwerking. Is er nou sprake van een fusie, vergaande samenwerking? Hoe zit het nou? De formele juridische term is dat het inderdaad een fusie is. Waarbij we zeggen, ja, het kan formeel juridisch geen fusie zijn, want Alles is Gezondheid is een programma. Ja, ja. We gaan wel alles helemaal, dus het gaat veel verder dan een samenwerking. Het wordt echt 1 gecombineerd team. Mooi. En echt daarin helemaal is die gezamenlijkheid. Is daar dik in orde? Want dat is natuurlijk een van de belangrijke dingen van Trusted Networks. Zit het snor met dat vertrouwen over en weer? Nou, ik denk dat wat wij proberen in het team, in het netwerk, dat vooral veel met veel vertrouwen en veel enthousiasme en een beetje daadkracht te doen. Dus mooi, dat zit snor. Bewustwording, preventie, verbinding, meer is ook leuk. Meer, nou, meer. Dat vind ik eigenlijk wel heel goed. Mijn grootmoeder zei altijd dat je van niets te veel kon hebben behalve van tevredenheid. Maar het is natuurlijk heel mooi als we hier die bewustwording en die preventie prachtig in de Word Cloud zien verschijnen. Natuur, studio, natuur, ja, natuur ook. Ja, ja, die verbinding met natuur, ook weer dat wandelen, gezondheid. Giel Beelen staat hiernaast klaar in een andere studio, pratend over zijn inner guru. Jij vond het een interessante spreker juist voor deze livecast Alles is Gezondheid. Waarom? Klopt. Ik denk dat de zoektocht die Giel ook zelf in zijn podcast series van Koekoeroe laat zien, is dat het is voor iedereen een ontdekkingsreis. Dus jouw weg naar gezondheid is net iets anders dan die van mij. En ik luisterde altijd de podcast van Koekoeroe om eigenlijk ook vanuit soms een hele andere kant, sprekers die je nog niet kent, te kijken, ja, wat kan ik nu doen? Wat werkt er? En de kant, ja, het gaat allemaal via ons hoofd, maar de combinatie ook tussen het denken, de modellen, maar ook het stuk voelen. Want die balans voelen is uiteindelijk waar het om gaat. Dus een andere spreker dan wellicht gebruikelijk, maar ik vind dat Giel fantastisch werk heeft gedaan met zijn podcast-series. Giel Beelen, een betere introductie dan deze van Karen van Ruiten kun je niet krijgen. Jij zit daar in de studio, we geven jou graag het woord. En geachte kijkers, u mag ook weer in de chat aangeven welke vragen u nog hebt voor Giel Beelen. Want zodra hij klaar is bij zijn Studio 2 momentje, komt hij hier live naar Studio 1. Nou, dat is voor hem natuurlijk een gesneden koek als radiomaker. Aan hem het woord, Giel Beelen, de floor. Dankjewel. En dankjewel Karen ook voor de mooie lieve woorden. Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat er nog altijd een groot gedeelte van de kijkers is die denkt, wat? Dat irritante mannetje van de radio, wat ik misschien helemaal nooit beluister, maar wat ik in ieder geval ken van allerlei relletjes en zo, gaat die op een toch machtig mooi event als dit spreken? Ja, misschien wel juist. Want ik was inderdaad altijd de cola drinkende, sigaret rokende guy die alles behalve bezig was met gezondheid, vooral heel erg met radio.
En dat is overigens iets anders dan tv, hoor. Ik vind dit doodeng als ik eerlijk ben, want geef mij maar een paar knoppen, hè, lekker in op de zolder, zeg maar. Maar goed, radio was mijn ding. En dat is nog steeds mijn ding. Maar er was een tijd dat ik echt wel voelde van, ik word hier niet meer zo gelukkig van. Doe maar, zei al, is dit alles? En dat was het gevoel dat me overkwam. Ik wist niet wat me te doen stond op dat moment. Gelukkig zag ik mezelf nog met een buikje, waardoor ik wel wist wat ik moest doen, namelijk een beetje sporten, een beetje letten op mijn voeding. En ik zal even snel een foto laten zien. Ik vind dat altijd tamelijk gênant, want ik ging het weer gelijk obsessief doen. The Road to Sixpack maakte ik een videoserie van. En dit is het uiteindelijke resultaat. Niet echt gezond, hoor. Ook niet die rechter. Maar ik had in ieder geval mijn doel bereikt, zou je kunnen zeggen. Even snel weer weg. Want dit is ook het ontstaan geweest van Koekeroe. Omdat ik daar in de sportschool erachter kwam, alles kan je trainen. En dat kan met spieren, maar dat kan ook met mindset, met positiviteit. Je kan letterlijk je hersenen trainen, focus. Nou ja, alles kan je trainen. De dingen waar je niet goed in bent, blijf het gewoon doen. Daar ging ik veel boeken over lezen, veel seminars volgen, filmpjes kijken. Nou ja, iets waar jij misschien ook wel mee bezig bent. En toen voelde ik wel aan alles dat ik daar ook weer wat mee wilde doen en vragen over had. Maar ik vond niet dat het zo moest zijn dat we allemaal kijken naar een grote goeroe. Want de goeroe zit in ons allemaal. Je bent al goed genoeg. Koekeroe is er dan ook zeker niet om dat ik een soort vage gast ben die gaat vertellen wat je moet doen. Nee, maar wat je kan doen. En wat je kan doen, daar wil ik je de komende 10 minuten eventjes in meenemen. Heel snel. Maar dat wil ik je ter inspiratie meegeven. Is 's ochtends de dag altijd beginnen op een bepaalde manier die voor jou goed voelt. Want ja, je bent wat je doet. Dus je kan wel heel veel plannen maken, heel veel boeken lezen. Als je vervolgens niks doet, doe je niks natuurlijk. En de kracht van een ochtendroutine is dat je dat elke dag weer doet. Even dat momentje voor jezelf. Ik zelf dacht heel vaak, ja, ik ga echt niet eerder opstaan. Ik moest vroeg op voor de radio. Dat is niet aan mij besteed. Maar ik kwam er al snel achter, toen ik het toch als een experiment ging doen, dat het wel degelijk effect heeft. Ik neem je eventjes mee in een tocht van een Amerikaan, Hal Elrod. Die bedacht de Miracle Morning. En die heeft bedacht de savers, de life savers. Waarbij elke letter staat voor iets. Dus je hebt de S van silence. Nou ja, laten we daarmee beginnen. De S van silence, dat is al gelijk misschien een beetje groot. Dat je denkt, oh, mediteren. Ik voel mezelf ook geen monnik die op een berg gaat zitten. Maar een stilte momentje, gewoon even letten op je ademhaling, is heel goed. En ik stel deze vraag altijd aan mijn gasten die ik interview. En of het nou, bekende Nederlanders zijn, of Einstein of Oprah Winfrey, allemaal hebben ze een ochtendroutine. Zo ook, en dat vind ik dan leuk dat ik daarmee begin, omdat hij echt uit de muziek komt. Charlie Lonois, kennen we die nog met Mental Tio. Ramon Roelofs heet hij en hij is helemaal into zen. En hij legt wel uit hoe je op een wat gemakkelijke manier ook kan mediteren. Nou ja, vanochtend ging de wekker om 6:30. Dan staat eerst mijn vriendin op, die doet haar ademsessie. Ik heb lekker uitgeslapen, ik heb niet gemediteerd. Zij doet dan ook een beetje rek-strek oefeningen. Dan springt... Yoga-achtig? Ja, ik heb niet gezien. Ik weet niet wat ze gedaan heeft vanochtend. Dan springt de jongste dochter, die springt in bed en dan liggen we nog even te kroelen. Dan ga ik mijn bed uit en dan kleed ik mezelf aan. Dan zit ik naar Nickelodeon te kijken. Heel spiritueel. En dan dat heb ik volgens mij al 60.000 keer gezien, hetzelfde programma. Toen stapte ik in de auto. Nou, dan begint mijn meditatie. In de auto? Yes. En dan zet ik de radio uit. En dan rijd ik gewoon van Ridderkerk naar Den Haag. En dan mediteer ik. En dan staat hij op de cruise control? Of hoe is dat te combineren? Nee, want kijk, ik denk dat het goed is om je van bewust te zijn dat meditatie niet alleen is zit op een kussentje. Nee, het is gewoon bewust ademhalen. Is dat, ja, het is gewoon bewust ademhalen. Maar ook bezig zijn met... Ja. Wat gebeurt er? Eén ding tegelijk doen. Dus autorijden. Ik ben gewoon aan het autorijden. Ja. Ik zou dit niet per definitie gelijk gaan doen. Dat wil zeggen, ja, wij zijn toch vaak wel radio aan het luisteren. Of vooral heel erg aan het nadenken. Maar het is wel goed wat hij zegt. Dat je bepaalde meditatieve momentjes kan hebben. Dat kan ook gewoon zijn de was opvouwen. Ik weet dat veel mensen het zullen hebben bij de hond uitlaten bijvoorbeeld. De volgende letter, we gaan ze even allemaal snel af, is de A van affirmaties. Een Nederlands woord voor bekrachtigingen. Zeggen wie je wil dat je wil zijn. Hardop zit ik dat elke ochtend voor te lezen. En ik ben daar zeker niet de enige in. We gaan even naar Faya Laurens. En wat doet. Ik wel elke dag doe, is wandelen met mijn hond, 4,5 kilometer. Zo.
In de ochtend om 7 uur 's ochtends. Wat ook een soort meditatief. Ja, en dan doe ik ook heel vaak wel een beetje van die meditatiemuziek op. Ja, 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 ja. Visualisaties, dat soort dingen. Maar met mijn dus ogen dat is zitten. Dat, want dat vind ik een belangrijk onderdeel om aan iedereen altijd te vragen. Ochtendroutine. Hè? Daar heb je dus. Doe je die affirmaties dan altijd? Of jij hebt gewoon dat zinnetje? Als eerste, als je wakker wordt. Ja, precies. Ja. En wat mag ik die weten? Ja, ik ben goed zoals ik ben. Alles wat ik doe, succes. Geld stroomt op alle mogelijke manieren mijn leven binnen. Ik ben gezond, strak en gelukkig. Dat is mijn standaard affirmatie. Wel goed, hoor. Dat gaat gewoon, denk ik, nou ja, 1008 keer per dag. Ja. Nou, en zo heeft ze uiteindelijk haar doel ook bereikt. Ze noemde ook wel even visualiseren. Ik vind fantaseren gewoon mooie klinken, want dat is wat ik als klein jongetje bij de radio ook deed. Fantaseren over hoe Jeroen van Ninkel ooit iets tegen mij zou zeggen. Van, hey, Giel, geef die band aan, want dan zou die me kennen. Dat is iets, ja, dan zit dat in je. Je brein weet natuurlijk niet wanneer iets echt is en niet. Daarom krijg je soms zweet in je handen als je een spannende film zit te kijken. Terwijl op dat moment is er natuurlijk helemaal geen gevaar. En zo werkt het natuurlijk ook met positieve dingen. Visualiseren is gewoon al even die persoon zijn die je wil zijn. Dan komen we bij de volgende letter. Dat is de E van exercise. Nou ja, Faya Laurens is natuurlijk ook een expert. Ze is bijna een soort fit girl. Ik had het daar met haar over. En ze vertelde ook hoe ze afsloot met koud douchen. Daar zal je misschien vast wel eens van gehoord hebben. Je denkt nu gelijk aan Wim Hof. Nou, daar laat ik ook even een stukje van zien in gesprek met hem. En dan merk je dat hij ook 's ochtends wel nog wat beweging doet. Wat yoga oefeningen. Ja. Hier, kijk. Nee, ik geloof je wel. Wim gaat nu weer de split doen. Of de spagaat, wat is het? Tadaa. Ongelooflijk. Oké, dus dat hou je nog wel een beetje bij. Oh, sorry. Dat maakt niet uit. Sorry. Ja, het is een fascinerende man. Een fascinerend gesprek was het ook. Waarom is dat koud douchen nou zo van belang? Ik zal het je straks in mijn eigen woorden uitleggen, maar eerst even een technische verhaal met Richard de Let. Een koude douche is acute stress en dat heet hormese. Dus dat is een kleine dosis. Ik bedoel, als je 3 uur onder een koude douche, dat is het chronische stress. Daar word je zwakker van. Maar een koude douche, 10 seconden, een minuut of 3 minuten of 10 minuten. En een koude douche is een fantastische hormetische acute stressprikkel, waarmee je het autonome zenuwstelsel in balans brengt. Waarmee je het immuunsysteem een fantastische prikkel krijgt. Wat Wim Hof ook laat zien. Ja. En waar het brein eigenlijk veel efficiënter leert, ook met een koude douche op je kop, om van op suiker en op vet, zeg maar, op verschillende brandstoffen te kunnen branden. Ja, en het is gewoon ook lekker, want het is de eerste overwinning op de dag of zo, weet je wel. Het is exact. Ja, nou, het is, ik zeg je dat het lekker is. Het is helemaal niet lekker. Het is de hel elke ochtend weer. Maar, en daar komen we zo op terug, het is wel een afspraak met jezelf. En dat is de kracht ook sowieso wel van een ochtendritueel. Ik zeg liever ritueel dan routine, omdat het echt ook zo spannend iets maakt. Een pact met jezelf. Oké, we zijn bij de even exercise. Dan komt de R van reading. Iets lezen 's ochtends. En geloof me, dat ga je echt niet op je telefoon vinden, op je Instagram feed of nee. Echt gewoon eventjes in een boekje. Ik zelf heb een boekje met wat dingen van Napoleon Hill. Vind ik een fascinerende man van Think and Grow Rich. Ik heb nog een Stoïcijns boek liggen. En dat sla je gewoon even open. Soms is het op je theezakje dat er ooit staat. Iemand die dat ook doet is Sunny Verhoeven. Zij is van Sunny Zoekt Geluk. En er zullen altijd nog mensen zijn die denken, ja, maar ik heb een heel gezin. Nou ja, zij legt ook uit hoe haar ochtendroutine is. En dan weet je dus, het kan wel. Eerder opstaan dan nodig is. Dus liefst een half uur extra of eigenlijk nog liever een uur extra. En dan tijd hebben om sowieso rustig te eten en goed te ontbijten. Veel te ontbijten ook. En om iets inspirerends te lezen. Gewoon 1 bladzijde uit een boek. Je hebt heel van die leuke boeken met wijsheden van bijvoorbeeld Oprah Winfrey. Of dingen die er alleen gebeuren als je er de tijd voor neemt. Volgens mij is dat boekje wat nu op een nachtkastje ligt. En er staan dan hele korte tekstjes in. Nou, iets inspirerends lezen vind ik dus fijn. Nou, dat is. Ik was het aan het opschrijven. Het zag er een beetje ongeïnteresseerd uit. Dan komen we bij de laatste letter alweer. En dit is gewoon slechts een houvast, hoor. De R van reading en de S van scribing. Dat is een beetje bedacht, want eigenlijk bedoelt die writing, maar dan was het geen savers. Schrijf iets op. Floris Woutersson, ik weet niet of je hem kent, hij is slaapexpert. Ik was natuurlijk ook wel benieuwd hoe een slaapexpert zijn ochtendroutine is. En hij is altijd wel heel erg bezig met dat scribing gedeelte. En dan ligt het een beetje aan wat er op mijn programma staat. Maar als het lukt, dan doe ik een journaling.
Dus dat doe ik op sommige dagen. En een meditatie van een minuutje of 15. Wat is precies een journaling eigenlijk? Nou ja, journalen is dat ik gewoon... Oh, journaling. Ja, dus, je schrijft het op. Ja, ja. Journalen is gewoon dat ik... Nee, en dan heb ik het meestal over dankbaarheid. Dus ik schrijf eigenlijk op waar ik dankbaar voor ben. Daar leg ik dan met name de focus. En voor mij is mediteren meer de regelmaat dan de duur. Dus voor mij hoef je daar niet een uur te gaan zitten. Nee. Ik doe dat meestal een kwartiertje, 20 minuten hooguit. Dat is pittig. Dus, nee, vind ik echt. Ja. En zo zie je maar dat je gewoon dus zelf een beetje eruit kan pikken. Het is echt niet een soort vaste formule. Doe dat en gij wordt gelukkig. Sowieso is dat een beetje een soort lege term. Maar het is wel fijn om altijd dat momentje te hebben. En ik zou zeggen, vergeet alles wat ik heb gezegd, maar doe morgen 3 minuten iets eerder opstaan en doe die koude douche. Het is een overwinning op jezelf, want ja, je hebt een afspraak met jezelf. Je komt er gewoon echt beter uit. Dat is de kracht van een ochtendroutine. Meer informatie vind je gewoon altijd wel in mijn programma Koekeroe. Ik denk dat ik snel naar de studio ga, want ik ben al way over tijd. Ik wil alleen maar zeggen, doe het. Want je hebt samen met heel veel andere mensen uiteindelijk de mogelijkheid om de volgende dag weer goed te doen. Weet je, als je een keer een slechte dag hebt, dan weet je, morgenochtend, dan heb ik weer mijn ritueel. En dan is het weer een nieuwe dag. Dankjewel, Giel. En inderdaad, fantastisch gezegd, ook door jou. Want dat is vaak wat we natuurlijk terug horen ook van mensen. Zowel als je professioneel in de zorg bezig bent, zoals velen van u in dat brede veld. Of gewoon als individu. Soms best lastig vol te houden, die gezonde leefstijl, die gezonde leefgewoonte. Maar als dat ene ritueel vandaag niet lukt, dan in ieder geval morgen wel. Giel, fijn dat je bent aangekomen. Ja, het klinkt ook lekker overzichtelijk. Ja. Savers, onthoud ook makkelijk en praktisch. Koekeroe, als mensen het nog even terug willen horen. Jazeker, ja. Is er nog iets van een wetenschappelijke evidentie voor ditgene wat hier vandaag gepresenteerd is van Wim Hof, weten we het wel? Maar ja, nou ja, precies, van de rest... dat heb je. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk sowieso... weet je, voor mij hoeft het allemaal niet wetenschappelijk bewezen. Misschien voor de kijkers, maar ja, wat is verliefdheid? Je kan het, dat is ook niet wetenschappelijk bewezen. Maar ik denk dat wel, als je het hebt over bijvoorbeeld dingen... Hè, de wet van aantrekkingskracht, daar gaat het affirmeren en het visualiseren natuurlijk heel erg over. Ja, dat weten we allemaal, ook in de negatieve vorm. Want als je ergens bang voor bent, is de kans dat het gebeurt natuurlijk veel groter. Als je bang bent voor honden, dan komt die hond naar je toe. Ja, natuurlijk, dat hangt in het veld. Dat eigenlijk weten we dat ook allemaal wel. Ik bedoel, je kan in een ruimte komen waar net een ruzie geweest is en dan voel je... Ja, je voelt het, ja. Nou ja, dus ik ben zeker niet de wetenschapper. Maar ik denk wel dat het allemaal wel onderbouwd is, ja. Nou, dat maakt het extra betekenisvol dat Giel Beelen hier aanwezig was. Karen van Ruiten, zeer veel dank dat jij ook als programmadirecteur dit überhaupt voor iedereen hebt weten te organiseren. En mij de kans gaf, want ik echt een, dat is toch wat je moet durven. Want ik zei al bij mijn introductie, zullen genoeg mensen denken, oh, dan heb je dat irritante mannetje. Maar ik vind het heel... Maar dat even in het slotwoord, hè, want... Dat vond ik dus ook gedurfd van Mia Wessels als jonge dokter. Dat zij ook eigenlijk tegen de kijker zegt... Ja. Jongens, die kant, dat holisme en humanizing healthcare... die moeten we ook op. Ja, ik vond het heel mooi. Wat dacht je van Barbara Koenis... die ook een tuin aanlegt vanuit positieve gezondheid. Anders durven doen. Ja. En daar kan je ook de vraag stellen. Ja, denk je dat het effect heeft, moet het wetenschappelijk bewijzen. Maar ja, kijk hier, we zitten hier ook in een prachtige omgeving. Dat doet iets met je. Als je als patiënt in een betonblok rondloopt, dan begrijpen we allemaal dat dat niet werkt. Dus zeer veel dank voor het kijken. En Giel geeft nog even een dankwoord aan Karin. Maar wij danken u als kijker ook enorm. Want het is best een lange zit. 1,5 uur hier met ons. Maar wij weten eigenlijk wel zeker... dat we een geweldig programma voor u neer hebben gezet. En ik wil u verder niet beïnvloeden, maar... er is een kijkersbutton waarop u kunt klikken. En dan kunt u de enquête invullen. Mocht er toch nog iets zijn waarvan u zegt... nou, dat heeft nog wat meer aandacht nodig... of daar wil ik nog iets over weten... of ik wil gewoon uw feedback geven op een zeer positieve manier. Dat mag allemaal. En doet u dat ook, want daar kunnen we alleen maar weer van leren voor volgend jaar. Wij gaan hier heel even pauze houden. Doet u dat ook? Maar kom dan wel terug om 1 uur. Stipt, starten we hier met Alex Shaddad. Ik zei, hij is al van Trusted Networks. We hebben het net al even over gehad met Karen van Ruiten. En hij neemt mee, of eigenlijk is het andersom...
meegekomen onder de arm van Machteld Huber. Machteld Huber is de directeur van het Instituut voor Positive Health. En zij werkt dus samen met Karen in dat Trusted Network. En het is een hele interessante samenwerking die ontstaan is, eigenlijk al in een lang grijs verleden, tussen brother Alex Shaddad en sister Machteld Huber. Het gaat over Trusted Networks. Het gaat dus ook over u en hoe dat u uw werk beter kan maken. Tot 1 uur, tot zo direct. En voor nu bedankt voor het kijken.